Ik heet nu van harte welkom mevrouw Patricia Etnel, NPS-parlementariër. Ik heb in de inleiding van het programma reeds aangegeven waar we over zouden praten. Heel opmerkelijk was bij de verschillende discussies die maandag los zijn gebroken, dat u een oproep deed. Er was geen schuldvraag, er was een oproep om tot een nationale discussie te geraken in het betreffende geval. Maar het gaat nu even niet alleen om het betreffende geval, maar gewoon omdat het vaker is voorgekomen. Ja. Wat heeft u getriggerd met die oproep te komen? Goedemorgen, mevrouw Eijk en ook de kijkers, goedemorgen. Sowieso wat mij heeft getriggerd is wat ik heb gezien de afgelopen jaren. Het geval van maandag was voor mij echt van nee en nu moet er iets gebeuren. Maar we hebben gezien de afgelopen jaren, ik zeg de afgelopen 2 jaren, dat heel veel vrouwen door middel van partnergeweld het leven hebben gelaten. Omdat ze die man wilde het niet accepteren dat die relatie niet door kon. En was het van oké, ik vermoor die vrouw en daarna zelfmoord. En het werd steeds erger. We hebben zelfs tijdens het vorige parlement een petitie gehad van vrouwen die hiervoor aandacht vroegen van regering, doe er wat aan. En wanneer we kijken van oké, vanaf toen tot nu en wat ik maandag heb gezien, heb ik gezegd van nee, het moet anders. En ik heb dan ook het voorstel toen gedaan aan de voorzitter van het parlement, de heer B., om dit jaar uit te roepen tot het jaar van onze zonen. En ik heb als code Gimoro Lobby, Giwan Lobby Tamara. Omdat ik van mening ben dat liefde centraal staat in dit alles dat we willen gaan doen met betrekking tot onze zonen. En meneer B. heeft toen gezegd van nee, helemaal perfect. En aanstaande maandag, als het allemaal goed zit, gaan we met actoren praten over het idee om het meer leven te geven, zodat we heel goed kunnen starten met programma's die specifiek gericht zijn om onze zonen eigenlijk meer liefde en aandacht te geven. En dat zijn het jongens en mannen, dus een breed gedragen project. Door ook aan alle actoren die belangrijk zijn om invulling te geven aan dit idee. Ja. Ja, maar het ligt niet altijd eraan dat bijvoorbeeld in zulke gevallen, we hebben bijvoorbeeld gisteren de familie van de man in dit geval gehoord, en hij heeft een hele goede opvoeding gehad. Ja. Dat werd ook aangegeven. Soms, het ligt dus niet altijd aan de opvoeding. Zouden we niet meer de aandacht moeten vragen aan mental health issues? Dus sowieso, kijk, wanneer je je kinderen opvoedt als ouder, dan zie je ook het gedrag van je kind. Ik zeg altijd, de ouders kennen vaak genoeg meer van hun kinderen dat ze zelf ook niet willen aangeven. Sommige ouders willen eigenlijk niet praten over hidden things van hun kinderen. Maar ik zeg, we moeten nu uitkomen als ouders. Vooral wanneer onze kinderen bepaalde gedragingen vertonen. Van oké, dat kind moet dan begeleid worden. Want je ziet al wanneer een kind agressief is. Je merkt het tijdens die vorming van hé, mijn kind is best wel agressief. En je moet het niet zo laten. Want vaak genoeg denken van oké, het vormt zichzelf wel. Nee, heel vroeg die begeleiding. Dus net als wat je zegt, die mental health is belangrijk. Maar je moet al heel vroeg beginnen met de vorming van de kinderen. Zodat ze die sterke mannen en die sterke vrouwen worden die we allemaal zo graag willen in die maatschappij. Want ik zeg per slot van rekening, onze kinderen voeden we op om een man, een vrouw, een vader, een moeder te zijn in een gezin. Dat is wat het uiteindelijk wordt. En vaak gaan we daaraan voorbij bij die opvoeding. We denken we moeten onze kinderen leren om huis te bezen, mijn vaat te wassen. Ze moeten leren van oké, hoe moet je koken, toch? Hoe moet de waarden en normen. Maar om ze ook bij te brengen hoe ze zich moeten opstellen in een relatie, hoe ze dat moeten doen, wat er moet gebeuren. Dat is iets waar we niet echt investeren als ouders. En ik denk dat het nu wel anders moet als we zien wat er allemaal gebeurt. En dan is het niet alleen de mannen, maar we moeten ook werken aan onze vrouwen. Ook onze meisjes moeten we tools meegeven. Want
Die mannen verdienen aandacht, maar ook die meisjes. Van hoe ga je om met bepaalde zaken? Weet je, als je ziet dat je partner zo is, wat moet je doen? Weet je, moet je het accepteren? Moet je het anders aanpakken? Dat zijn dingen die we allemaal nu, en ik denk tijdens dit project, alvast een basis moeten leggen, zodat we eraan kunnen werken. Niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren. Ja. In uw oproep op Facebook had u aangegeven dat er een nationale discussie zou moeten komen. Hoe zou die volgens u eruit moeten zijn? En denkt u dat dat realiseerbaar is? Sowieso, kijk, je hoeft het niet een groot platform te creëren. Je kan in kleine groepen, kan je sowieso met aan de hand van een thema het uitzetten. En ervoor zorgen dat elk deel een bepaald product levert aan zo'n discussie. Waarbij je dan gaat brainstormen van hoe verder, wat moet er gebeuren. IDB heeft in 2019 een rapport uitgebracht met betrekking tot geweld tegen vrouwen in Suriname. En als je dat rapport leest, dan zie je dat ongeveer 50.000 vrouwen in Suriname ooit eens met partnergeweld in aanraking zijn gekomen. Dat een man ze heeft geslagen of zo. En dat is nogal heel veel als je ziet van oké, 50.000 vrouwen is toch wel veel. Dus er moet toch wat gebeuren. En ik denk dat dat rapport ook voor ons een basis kan zijn om aan de hand van de feiten die daarin staan, om sowieso te kijken van oké, welke richting moeten we opgaan met onze discussie. En ik denk dat de verschillende actoren, de verschillende instituten en groeperingen die er zijn en die zich bezighouden met het vraagstuk, die kunnen ook met een zekere input komen, zodat we één richting op moeten gaan. Maar dat is wel iets dat ik vind dat moet gebeuren. Wanneer we zeggen we willen dit doen, dan moeten we alle mensen die vinden dat ze een koning of koningin zijn in hun huis, zeggen van één nee. We gaan één richting op en we gaan ervoor zorgen dat niet ieder moet komen scoren met haar idee, maar dat we samen scoren. Weet je, want sommige mensen denken van, hey, het is mijn idee, ik wil alleen scoren. Dat heb je vaak hier in die maatschappij. En ik denk dat we met betrekking tot dit onderwerp die gedachten moeten verlaten en zeggen van, oké, we gaan het samen doen en samen gaan we ervoor zorgen dat we het tot een goed product brengen en dat we die samenleving zo helpen vormen en dat we in de toekomst toch wel terug kunnen blikken van, hey, we hebben hieraan gewerkt en dit is het resultaat voor onze mannen en voor onze vrouwen. Goed, tot slot, u bent in het huis van het volk, ja, en u heeft al een oproep gedaan die trouwens heel positief is ervaren, hebben we, ja, gemerkt. Wat, ja, zal de volgende stap zijn? Oké, de volgende stap is dat we sowieso dat project dat ik nu heb geschreven, dat ik het nu tenminste met de voorzitter van het parlement heb gedeeld. Die zal dan inkomen met de comments en de nodige zaken. En maandag aanstaande zullen we alvast, heeft de voorzitter alvast enkele mensen uitgenodigd, key personen waarmee we gaan zitten om dat idee uit te werken. En daarna moet het allemaal gaan rollen dat andere actoren in beeld worden gebracht en dat we sowieso binnen maandag en ik denk eerste week februari, dat is wat ik voorstel, dat we alvast iets hebben, een plan hebben waarmee we kunnen gaan werken en dat we hoogstwaarschijnlijk eind februari al kunnen beginnen met onze eerste programma's naar eind december toe. En dat we eind december moeten evalueren, want er zijn verschillende zaken opgenomen. Ik dacht ook aan een sessie met jongens en waarbij we 30 jongens hebben, dus in de leeftijdsklasse van 12 tot en met 18 jaar. Waarbij we verschillende disciplines uitnodigen die met die jongens bezig zullen zijn met betrekking tot gedragsvorming. Dus dat zijn allemaal ook informatieve programma's. Dus een heleboel leuke zaken, ik zeg leuk, maar informatief, maar heel levendig. Zodat die jongens sowieso participeren en zeggen van, hé, dit beïnvloedt mij positief en hieraan ga ik werken. Zodat we eind december toch wel alvast een lichtje kunnen zien van, hé, hey, we gaan de goede richting op met betrekking tot gedragsvorming van onze zonen, maar ook van onze meisjes. Mag ik u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage, ja, en dat u naar de studio wilde komen, ja, om ons te woord te staan, helemaal, omtrent dit onderwerp.